Hamme staat meteen onder zware druk in Strombeek, maar gelukkig voor de Wuiters is doelman Baart in bloedvorm. Eerst stopt hij een hardschot van Cargiolo en even later komt hij attent uit op de doorgebroken Akela. Hamme mag Baart bedanken. Na een opwindend wedstrijdbegin verwatert de match en dit is het enige wapenfeit van Hamme. Een schot van Switek dat niet tijdig indaalt. 0-0 bij de rust. De tweede helft is heel wat beter te genieten. Baart is nog altijd bij de pinken. Hij tipt het schot van der Steen over de lat. Nadien neemt Hamme de match in handen. De snelle Diomi verschijnt alleen voor Engelborgs, maar ook de doelman van Strombeek heeft een prima reactie in huis. En Diomi speelt zich in de kijker. Alweer een knappe actie. Diomi. En nu de vuisten van Engelborgs. Een doelpunt kan dus niet uitblijven. Hendricks haalt Buil onderuit en de scheidsrechter kent Hamme een strafschop toe. Switek zet Engelborgs op het verkeerde been. 0-1 voor Hamme, dat op dat ogenblik ook de betere ploeg is. Strombeek vecht terug en 10 minuten later is het bijna raak. Hoekschop, maar de kopbal van Lyon spat uit elkaar op de lat. Hamme blijft de betere ploeg, maar de mannen van André van Maldegem laten de kansen liggen om de match te beslissen. Diomi blijft heel bedrijvig en vooral supersnel, een beetje à la Pascal Dias van Lokeren. Diomi, hij verstuurt de bal naar Switek, die schiet niet, maar paast naar Buil. Dan toch nog Switek, maar die schiet staalhard overweg, de unieke kans op 0-2. En dan gebeurt het onvermijdelijke aan de overkant. Een bal van Van Kleemput, een voorzet. Maar die dwarrelt achter de onfortuinlijke Baart in doel. Geen 0-2 dus, maar 1-1 en Hamme laat 2 punten liggen in Strombeek. Nog eens dat wel heel merkwaardige doelpunt van Van Kleemput. Pech voor Baart, die zo sterk stond te keepen.